Bij deze oefening is er een massa M3 die botst tegen de massa M1 en blijft kleven. Hierdoor wordt er een stoot via de staaf uitgeoefend op de massa M2 en die massa M2 gaat naar rechts gaan bewegen. Als we kijken, al die massa's, M1 en M3, die blijven op die verticale staaf, die massa M2 blijft op die horizontale staaf. En hetgeen die gevraagd wordt, is de stoot dat die staaf gaat uitoefenen. Laten we eerst een keer gaan kijken wat een stoot juist is. Een stoot, dat is de kracht, dat is een vector, en dat is de kracht geïntegreerd over een tijdsinterval. En wat zien we nu? Dat tijdsinterval, daar wordt ook iets over gespecificeerd in de opgave, dat tijdsinterval kan als oneindig kort beschouwd worden. Laat ons een keer de grootte van de kracht uitzetten als functie van de tijd. Als we kijken naar bijvoorbeeld de zwaartekracht, dan is dat een constante waarde. Bijvoorbeeld van die eerste massa. Als we kijken naar die veer, voor en na de botsing heeft die veer eenzelfde lengte, eenzelfde uitwijking, dus die veerkracht, de grootte daarvan, een constante waarde. Die stoot die is volgens de impulswet wel de verandering van impuls. Dus dit was de definitie van stoot. Als we nu naar de impulswet gaan kijken, dan zegt het dat die stoot gelijk is aan de verandering van impuls. Met de impuls, de massa van het blokje maal de snelheid van het blokje. Wat zien we dus? Is dat de snelheid verandert, dus er moet wel degelijk een stoot zijn. Als je iets oneindig kort als tijdsinterval neemt, dus stel dat dit hier vlak voor de botsing is en dit vlak na de botsing en dit interval wordt korter en korter. Als dat oneindig kort is, zal een eindige kracht nooit een stoot kunnen geven, want 0 maal een getal is 0. De enige manier om 0 maal iets een getal te geven, dat is als uw kracht oneindig groot wordt. Dus als we een kracht zouden hebben die oneindig groot wordt, dus heel groot wordt, dan zal die oppervlakte hier onder die curve, die stoot, toch een eindige waarde kunnen aannemen. Dus eigenlijk als we nu vrijlichaamsdiagrammen willen maken waar we enkel stoten op aanduiden, moeten we enkel de stoten te gevolgen van krachten die heel groot kunnen worden. Welke krachten zijn dit voor die eerste massa? Dus als we de blokje M1 vrijmaken, dan is er een stoot uitgeoefend door die derde massa, een stoot uitgeoefend door die staaf AB, en een stoot die zorgt, als die staaf AB daar zo tegen duwt, dan zou dat blokje eigenlijk naar ginder willen gaan verschuiven. Maar dat blokje gaat niet in die richting verschuiven, omdat het blokje op die verticale staaf moet blijven zitten. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die verticale staaf ook nog een stoot uitoefent. Ik ga dit in aannemen. Als we nu naar M3 gaan kijken, wat krijgen we daar? We krijgen een stoot van dat blokje A. Van dat eerste blokje M1 op die N3. En die is tegengesteld actie en reactie aan deze. Als we nu naar die blokje M2 gaan kijken, dan hebben we een stoot daarop gelijk en tegengesteld als die AB. En een stoot van deze bar op dat blokje, dus een stoot zo naar boven in B. Als we dan gaan kijken naar de snelheden, die heeft V1 voor de botsing is 0, zowel de x-component als de y-component. Ik ga daar een assenstelsel bij tekenen. Die na de botsing heeft een y-component die we niet kennen.
Die M3, net hetzelfde voor de botsing 0. Nee, de 2 bedoel ik, de V2. Voor de botsing 0. Na de botsing 0. Die kennen we niet. De V3, dat is dat bovenste blokje. Die heeft enkel een i-component voor de botsing. Kennen we die? Dat is die V0. Maar met een minteken, omdat die naar beneden staat. Na de botsing is dat dezelfde. Het blijft kleven aan dat blokje. Is datzelfde als V1 na de botsing. Daar de i-component van. Dus als we gaan kijken naar het aantal onbekenden, als we nu de impulswet opschrijven, schrijven we die altijd op een keer voor de x, een keer voor de y-richting. Dus dan hebben we hier twee vergelijkingen. Hier, die in de x-richting, er zullen geen stoten zijn in de x-richting, alleen in de y-richting. Dus dit voor het derde blokje is één vergelijking. Hier hebben we ook twee vergelijkingen. Als ik nu het aantal onbekenden tel, dan heb ik hier, wat ken ik niet, die hoek, die NAB, die is gekend. Dat heeft dus een vector in het vlak heeft altijd twee onbekenden, ofwel de x- en de y-component, ofwel de grootte en de hoek. Aangezien dat de hoek hier gekend is, zullen we hem schrijven als functie van enkel die grootte. Dus wat hebben we als onbekende? Hier NAB kennen we de grootte niet, maar wel de richting. De NA kennen we de richting, maar ook niet de grootte. En in 3 kennen we ook niet. Die min in 3 is dezelfde onbekende. En hier min en AB, dat is diezelfde onbekende. En hier hebben we nog de NB als onbekende. Dus hoeveel onbekenden hebben we? Twee snelheden dat we niet kennen en 1, 2, 3, 4 componenten van stoten dat we niet kennen. Dat zijn 6 onbekenden. En ik heb nog maar 1, 2, 3, 4, 5 vergelijkingen, dus ik ontbreek nog één vergelijking. Die ene vergelijking die voel je hier in je ellebogen. Want wat zie je? Hoe sneller dat die A zal bewegen, hoe sneller dat B zal bewegen. Dus dat wil zeggen dat er een verband is tussen de snelheid van A en de snelheid van B. Een verband tussen snelheden, dat is een kinematisch verband. Kinematica, verband tussen twee snelheden, dat zullen we kunnen oplossen met samengestelde beweging. Een manier van samengestelde beweging is bijvoorbeeld hier zeggen van kijk, wat doet mijn A? Mijn A beweegt op een cirkel rond B en B schuift naar rechts. Dus dat is een samengestelde beweging van A ten opzichte van B en B beweegt zelf. Anderzijds weten we ook dat A naar beneden beweegt. Dus dat gaat, die samengestelde beweging gaat ons een verband geven tussen die twee snelheden, wat ons zesde vergelijking zal zijn. En dit moeten we dan verder oplossen.